Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog van Maxi en de Family. Wij zijn ongeveer een uurtje wakker, denk ik. We hebben al ontbeten en ja, het is zondag vandaag, dus zo heel veel gaan we vandaag niet doen. Maar deze middag gaan we... Ga ik me wassen? Ja, we gaan me wassen. Ja, ik kan ook. Maar dan gaan we snel aan de deur bij Vava zijn cadeautje afgeven. Want de Vava, his birthday. Ja, hij wordt vandaag 88 jaar. En als Catharina had, ik heb dat laten zien denk ik in een van de vorige vlogs, had ze allemaal cadeautjes zelf gemaakt, tassen zelf gemaakt. Dus dat gaan we vandaag aan de deur wel afgeven. Hè. Het is vandaag weer regenachtig weer. We moeten de was nog doen, we moeten nog opvouwen, we moeten het huis nog een beetje aan kant krijgen. Dus we hebben nog wel wat werk. Maar goed, we zijn zondag wel goed gestart. Hè? Ja, nog maar een uur wakker te zijn eigenlijk. Hebben we toch al veel gedaan. Het komt goed. Ondertussen zijn we al een paar uur verder. We hebben al geontbijt. Ik weet niet of we het deze morgen te hadden gedaan als ik gestart was. Maar in ieder geval hebben we ze al gegeten. We hebben ons eigen helemaal klaargemaakt. En die van ons die zegt niks. Hè? Ik maak de kleine helemaal klaar. Ons Catharina. Ik maak mij helemaal klaar. Want ik denk dat wij rond 1:30 dat aan de vava gingen afgeven. Blijkbaar was het 2:30. Dus het is nu 1:30 en wij zijn helemaal klaar voor niks. Dat is goed, dat is een tijd. Ja. Wij zijn altijd sneller als papa en vriend. Ja. Het is altijd je papa die dat veel te lang in de badkamer staat, hè? Ja. Wij zijn altijd gewonnen. Dat is nu waar. Dat wil. Meisjes genieten altijd. Je moet die papa niet geloven hoor. Papa is gewoon een beetje dom. En zo gaat dat hier meestal op een zondag. Catharina en papa die dat elkaar plagen en pesten en... Maar ja, oké, we hebben nog een uur, dus... Ik weet niet wat we gaan doen, want het is zondag, maar we hebben nog een uur. Wij zitten in de auto, wij gaan vertrekken naar Vava. We hebben allemaal ons mondmasker mee. Als we dat aan de deur afgeven, dan we dat ook nog altijd een beetje veilig kunnen doen. En jullie zien mij voor geen meter niet meer. Oh. Oké, dat is beter. In ieder geval, deze is ons Catharina haar mandje dat ze gemaakt heeft. Dat was die Celebration. En dan hier vanachter is die Milka. Dan heeft ze zo'n kaartje van de Minions gekozen. Een geluksboompje gemaakt. Een vogeltje waar ze bloempjes, bloempjes in kan zetten. En dan twee tasjes waar hem uit kan drinken. Dus ja, ik denk wel dat hem daar heel blij mee gaat zijn. Heb ik een mondmasker op aan? Donatello. Van Donatello? Ja. We weten het eigenlijk niet zo goed, hè? Michelangelo, Donatello, Raffaello. Ja. Leonardo. En de rest. Ik denk dat ze bij 5 zijn van plaats 4. Weet jij nog hoe dat... De Ninja Turtles noemen, omdat dat is weten, want ik weet het niet. Maar kijk niet meer zeker mee. De eerste film. Moeten ze eerst de film kijken? Want dan weten ze zeker weten hoe dat ze noemen. Ja, dat is waar. Op Netflix ze wel de Ninja Turtles kijken. Of op je tablet. Oké, goed. Maar wel eens een bekend bij de va. Dus tot speed. Wij zitten terug in de auto, we zijn zojuist dit cadeautje aan Vava aan de deur gaan afgeven en hij was wel blij, hè? Ja. Hij vond alles mooi, hij heeft alles bekeken en vanaf nu kan hij koffie drinken uit een speciale tas. Een unicorn tas! Ja. Maar in ieder geval, hij was wel blij en daarvoor doet het toch, hè, in deze tijden. Nu zijn we op weg naar mijn winkel, want ik moet nog een paar bestellingen gaan inpakken. En dan terug naar huis, want dan zal het bijna tijd zijn voor straks avondeten. Hè? Hey vriend, wat gaan we eten als avondeten? Pizza! Pizza! Het zal de laatste keer zijn, want vanaf morgen start ik mijn 12 weken programma voor terug fitter en slanker en gezonder te zijn. Want ik ben de afgelopen 3 weken niet goed bezig geweest. Maar dat gaan jullie altijd op vrijdag zien, want ik ga elke week, zondag. Ik ga elke week op zondag een vlog online plaatsen. Hoe dat mijn week is geweest, hoeveel dat ik ben kwijtgeraakt en wat ik er juist voor doe. Dus als je dat graag wilt zien, moet je vanaf nu zondag elke keer de vlog zien doorgaan. We zijn al enkele uren verder en het is pizza time! Het is pizza. Hoe noemt hij nou weer? Pizza met een Z. Nee, dat liek je. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Oh, dan ga ik er even in mijn kop zitten.
niet alleen. Klein ook die. Maar de laatste keer. Maar wij eten tegenwoordig, ik weet niet of je dat al eens hebt laten zien. Ik denk dat wel, zo. Maar wij eten tegenwoordig altijd die bloemkooldeegpizza's van de Albert Heijn. En die zijn echt goed, hè? Mm-hmm. Dat is echt, dat zijn toppers van pizza's. En proef gewoon een pizza. Ik kan daar zelfs geen bloemkool in proeven. Of... Nee, het is iets anders, maar op zich valt het wel. Oh, echt goed. Maar ook weer de laatste keer dat ik dat kan eten in 12 weken. Dat ga je niet. Where's the food? Ja, voor mij gaat het 12 zware weken worden, denk ik. Voor mij ook, want ik zit mee, hè. Ja, ik heb de neiging voor na een paar dagen zo wel eens... Die vacuüm te krijgen. Ja, een beetje toch. You're hangry. Ja, hangry. Maar ja, oké, 12 weken en wie weet hoe ga ik er dan uitzien. Ik ga sowieso, ik heb voorfoto's. Als ik durf... Als een fotomodel. Ja, als ik durf ga ik ze ja, in de vlog mee online zetten. Het zijn niet zo flatterende foto's. Maar ja, oké. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Het is de bedoeling dat ik toch terug een beetje schoner word als hetgeen waar ik nu ben. Na de pizza zijn we nog een beetje in de zetel gekropen. Hij op de PlayStation. Het is 10:40 en ons Catharina is ook nog wakker. Ze wou... Tijd dat we gaan slapen. Ze wou even lang wakker blijven als ons. Dus dat mag wel eens voor een keer. Ik moet morgen wel gaan werken. Ja, dus ik zei er juist, je ging van de PlayStation om 10:30, denk ik. Ik zei tegen hem, zeg, oh, zeg, ik heb nog popcornjes liggen. Vandaag kan ik nog eten. Krap in de zetel en eet ik de popcornjes nog. En hij zei, schat, ik moet morgen wel gaan werken. Ja. Oeps. Dus geen popcorns meer vanaf nu, 12 weken lang. Niks niet meer. Ik kijk er al naar uit. Maar we gaan hierbij de vlog afsluiten. Ah, nee. Er hadden nog heel veel mensen gevraagd achter een update van sushi. Wilde jij die geven? Ik denk dat het terug in orde is. Ja, dus bij de dierenarts hebben ze inderdaad nog een stukje gevonden. Hè, ja. Dat erin zat. Dus dat blijkbaar is blijven zitten met de vorige sterilisatie. Zullen we dat even zien. En dat hebben ze nu terug weggehaald en nu zou er echt niks meer in zitten. We hebben ook niks moeten betalen, echt nee, top van een dierenarts. Ja. Allee, dat is ons schuld niet natuurlijk, maar ze hebben zelfs niet echt er geld gevraagd. Ja. We hebben zelfs medicatie gekregen, dus echt, we zijn daar super content van. Yes. Sushi is gewoon de oude, lieve Sushi van ervoor. Heeft ook niks last van haar operatie. Nee. Eigenlijk, ja, super hè? Ja, inderdaad. Dus met Sushi is alles tip-top. Ja, ze is teruggemaakt. Ze is teruggemaakt. Hé, ja, schat. Je bent er gemaakt, hè? Ja. Sushi. Sushi. Nee, ze gaan liegen, zei ze. Dat is echt haar plek tegenwoordig. Maar we gaan de vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een thumbs up. Laat een reactie achter. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. En dan zien we jullie de volgende keer terug. Slaap wel.